Stefan, ja, ik zie hier een beetje ja, een teleurgestelde coach, wat normaal is met een gelijk spel, als je de drie punten ja, binnen handbereik hebt. Jawel, teleurgesteld omdat we geen drie punten halen, omdat we daar niet veel mee opschieten met de punt natuurlijk. Aan de ene kant voor onze eerste doelstelling wel, voor die eindronde, dat zal zo goed als binnen zijn. Natuurlijk hadden we gehoopt dat we zo lang mogelijk kunnen meedoen voor de tweede plaats. De eerste plaats zal moeilijk zijn, want ik denk niet dat Hammer nog veel steken had laten liggen. Alhoewel dat ze vandaag dan gelijk spelen, maar voor ons de eerste plaats te hoog. De tweede plaats nog een paar ploegen in de running, wij zelf. En vandaag schiet er niet veel mee op. Want we spelen hier toch wel een heel goede eerste helft met verschillende kansen. Ik denk dat wij hier drie goede kansen krijgen. Dat alleen, we komen twee keer alleen voor de keeper en dan wordt er van op de meter van het doel dat Nico, de keeper van Sint-Niklaas, een miraculeuze redding doet. Oké, keeper speelt mee natuurlijk, heeft dat vorige week ook bewezen. Maar wij geven geen kans weg, eerste helft, en we creëren zelf voldoende kansen om te scoren. Als je daar kunt scoren, denk ik dat het wel een andere wedstrijd wordt. Nu weet je van oké, tweede helft, zij zijn ook wel gevaarlijk. Ik had het al wat moeilijk mee als ze wel meer op de counter speculeerden dan het spel proberen te maken thuis. Maar oké, dat is een spel en daar zijn er ook de jongens voor. Jim van Osselaar, Christopher Speet, dat snel. De jongens moeten altijd opletten. Als je nog paneel kunt inbrengen op plaats, moet wel altijd heel attent zijn achteraan. Maar ze creëren wel dreiging in de tweede helft, maar geen echte doelkans. Want ik denk niet onze keeper moet een redding gedaan heeft. Wel op tijd en zeker op tijd afgeblokt geweest. Een paar keer een redding of een dreiging van Sint-Niklaas. Wij krijgen dan nog de kans voor Dieter van Tornhout na pas van Lorenzo van Holland. Toch wel dicht tegen het doel. En dan het shot van Dieter zelf die uitsterft op de lat. Die perfect zakt, maar ja, net niet ver genoeg. Ja, dan blijft het steken op een 0-0. Ik zei voor de eerste doelstelling tevreden. Voor onze tweede doelstelling, we willen dat, het is niet van moeten, we willen. Zijn we dan wel wat ontevreden, dan moeten we afwachten wat de concurrenten doet. Want dat is niet zo leuk natuurlijk. En als je moet afhangt van de concurrentie, dan wordt het moeilijk. Ja, je hebt dan nog die twee ploegen, Bornem en Gullichem. Dat staan ja, de middenmotors. Maar dat zijn ploegen die zeker in de laatste wedstrijden geen steker willen laten vallen. Nee, maar sowieso. Wij hebben een team dat niet over elke tegenstander gaat geen walsen. We hebben nog Temse volgende week. Temse is zeker geen ploeg om zonder handschoenen of zomaar denken van gewoon drie puntjes nemen. Nee. Gullichem en Bornem zeker niet. Dat is geen gemakkelijk programma. Maar ik zei het, met onze ploeg, we hebben in de kern hier zeven, acht jongens uit onze jeugd die in de kern zitten mee. De doelstelling vooraf was zesde plaats halen. Daar zijn we mee bezig en gaan we bereiken. En al wat meer is meegenomen. Natuurlijk als je dichtbij zit, wil je natuurlijk wel meenemen. En waarschijnlijk gaat het eindronde worden. En dan natuurlijk is het een beetje een loterij tegen wie dat gevalt. En die wedstrijden zijn wel iets speciaal. We hebben het al meegemaakt. We zijn ook zo via de eindronde dan naar tweede klasse gestegen. Ja, oké, we gaan zien wat dat zal worden. En we gaan proberen dat we er klaar voor zijn dan. En dat we daar misschien dan mee kunnen promoveren naar de top derde dan.